Dit is Koinonia Live. Uit Efeze 1, vanaf vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. U moet zich voorstellen dat in Efeze deze brief werd voorgelezen en dat het hele stuk wat we nu gelezen hebben één enkele zin is. Toen konden ze wel, denk ik, heel goed luisteren naar teksten die werden voorgelezen. Maar ik denk dat het voor ons wel lastiger is om zo'n lange, gecompliceerde zin in één keer te begrijpen. Maar Paulus wil in ieder geval in die gemeente eerst de complimenten geven, eerst duidelijk maken wat er zo goed gaat in die gemeente. En daar neemt hij een paar versen voor, vers 15 en 16. En daarna wil hij duidelijk maken wat ze nog ontbreekt, wat nog ter aanvulling nodig is. Dat is een goede tactiek natuurlijk ook, hè? Je begint met te zeggen wat er goed is en van daaruit ga je praten over wat er nog ontbreekt, wat er nog kan worden aangevuld. En het thema wat hij dan kiest voor die complimenten die hij geeft, dat is geloof en liefde. Daar blijkt het heel goed mee gesteld te zijn in die gemeente. Maar wat dan ontbreekt, dat heeft alles met hoop te maken, met dat uitzicht naar de toekomst, met die zekerheid dat het uiteindelijk goed zal komen. Daar heeft hij een aantal zaken te melden waar die gemeente in Efeze misschien wat in tekort schiet. Maar ik wil beginnen met u een klein verhaaltje voor te leggen. Dat schoot mij deze week te binnen, dat eigenlijk de achtergrond van deze tekst zo aardig weergeeft. Het is echt gebeurd in de 19e eeuw. In Amerika, in een stadje, leefde een miljonair en die had een kind geadopteerd. En dat kind dat groeide bij hem op, maar hij had wat weinig aandacht voor hem. En dat kind voelde zich niet zo geweldig in dat gezin. Die vader was wel gigantisch rijk, maar ook gigantisch druk. Dus die jongen die besloot op zijn 12e weg te lopen. En die was dus spoorloos. En die vader had natuurlijk genoeg geld om hem te laten zoeken. En dat deed hij ook wel. Dus overal in Amerika werd naar die jongen gezocht. Maar hij bleek volkomen onvindbaar te zijn. Dus die vader was ontroostbaar daarover. Vele, vele jaren later overleed deze miljonair. En zijn enige erfgenaam was zijn geadopteerde zoon. Maar ja, die was nergens te vinden. Dus hij had dat bepaald bij het testament, dat er een grote inspanning gedaan moest worden om de jongen te vinden. En uiteindelijk vonden ze hem ook.
En ze zeiden tegen die jongen, moet je nou horen, jouw vader, weet je wel, die zo rijk is, die is overleden en die heeft die gigantische erfenis voor jou. Je krijgt 3 grote fabrieken, 500 woningen, hè, waar je huur van kunt ontvangen en een gigantisch kapitaal op de bank. Je bent rijk. Waar hadden ze die jongen gevonden? Ergens in een stadje zo, in de goot. Hij leefde op straat, had al jaren niet gewerkt en bedelde wat. Hoe is dat nou afgelopen? Wat heeft de jongen nou gedaan met dat bericht dat hij zo gigantisch rijk was? Ga ik u straks vertellen. Mag u er even over nadenken hoe dat misschien afgelopen zou zijn? Want het kan meerdere kanten opgaan. Hoe is dat afgelopen? Paulus zegt tegen die gemeente in Efeze: jullie zijn ook ontzettend rijk. Daar is hij mee begonnen in deze brief. Dat hebben ze allemaal heerlijk kunnen aanhoren. Jullie hebben werkelijk alle geestelijke zegening ontvangen die er maar is. Alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus heb je ontvangen. Je bent rijk. En dan legt hij uit, in allerlei zinnen, wat het evangelie dan is. God heeft jullie uitverkoren. Hij wil dat jullie een heilig leven leiden. Hij heeft jullie voorbestemd om zijn kinderen te zijn. Hij heeft jullie verlost. Hij heeft jullie vergeving geschonken. Nou, het kan niet op. Zo rijk zijn jullie. Besef nou hoe rijk je bent. Als je dat niet beseft, dan leef je misschien wel op straat, terwijl je in werkelijkheid een erfgenaam bent en een grote rijkdom hebt. En dan komt hij aan ons gedeelte en hij zegt, kijk, er zijn 2 dingen die vind ik prachtig bij jullie. Dat merk ik, daar hoor ik over, dat is zo schitterend. Jullie hebben geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, dat betekent niet dat ze gelovigen zijn, dat is verondersteld, natuurlijk zijn ze dat. Maar ze leven ook uit dat geloof elke dag. Ze hebben vertrouwen in deze Heer, ze durven wat. Efeze is een gemeente geweest waar dat evangelie best rijkelijk werd verkondigd. En ze durfden dat te doen, ondanks de bedreigingen die daar toch ook waren. Maar ze hadden vertrouwen in hun dagelijks leven. De Heere maakt het goed. De Heere draagt mij. De Heere heeft een bedoeling met mijn leven. En dat had die hele gemeente. Niet alleen maar hier en daar iemand. Nee, dat hadden ze samen. En als het bij iemand ontbrak, dan zei de een tegen de ander, kom op. Er is toch alle reden om vertrouwen in deze Heer te hebben. Kijk maar naar alles wat hij ons geschonken heeft. Zou hij ons dan in de steek laten? Zou hij ons dan zomaar onze eigen gang laten gaan? Nee, hij is erbij. Hij doet met ons mee. Maar er was nog een 2e kenmerk wat hij prachtig vond in die gemeente. En dan zegt hij, ik heb gehoord van de liefde voor alle heiligen. Nou, dat was ook een prachtig kenmerk. Ze waren werkelijk broeders en zusters van elkaar. Ze waren een familie. Niet een verzameling losse individuen, maar ze waren werkelijk op elkaar betrokken. Ze droegen elkaars lasten. En ze zorgden voor elkaar. En als de een wat tekort kwam, dan vulde de ander dat aan. Liefde voor alle heiligen. En niet alleen maar voor de mensen in de eigen gemeente. Ook voor die in een andere gemeente. Misschien wel die gemeente van Colosse, die niet zo ver daar vandaan was. Of die gemeente van Laodicea, die niet daar vandaan was. Niet verder vandaan was. Of die gemeente in Emmen, die niet ver van hier is. Liefde voor alle heiligen. Misschien ook wel liefde voor heiligen, voor gelovigen, die een wat andere weg gaan. Misschien wel liefde voor mensen uit de regenboog hier. Zou kunnen. Het zou kunnen dat deze gemeente dat kent. Liefde voor alle heiligen. Niet omdat ze bij je passen, omdat je dezelfde weg gaat, omdat je dezelfde overtuiging hebt. Maar omdat je beseft, ja, God heeft ook hen lief gehad. Heeft ook hen zijn zoon, heeft zijn zoon voor hen overgegeven. Zijn waarachtig mijn broeders en zusters. Nou, dat hadden ze in Efeze. En als je dat eenmaal hebt vastgesteld, dan moet je je afvragen, ga je even kijken naar je eigen gemeente. Wat zou dat nou door Paulus aan ons geschreven kunnen zijn? Brief van Paulus aan de gemeente die samenkomt in de ark. Ook ik heb gehoord van uw geloof. Het zou prachtig zijn als ze dat konden zeggen, hè, van ons. Want dat is zo duidelijk dat dat hier gebeurt, dat hij ervan gehoord heeft, heel ver weg. Laten we zeggen, hij zit in IJmuiden of ergens anders in Nederland en hij hoort
Gewoon door die geruchtenstroom, hè, want we vertellen elkaar van alles en nog wat. En dan hoort hij, heb je gehoord van de ark? Daar hebben ze waarachtig vertrouwen in de Heer. Dat hebben ze samen. Niet zomaar een paar die dat doen. Nee, dat hebben ze samen. En heb je gehoord van de ark? Want die mensen die daar samenkomen, die daar gemeente zijn. Ze hebben liefde voor alle heiligen. Stop niet bij de voordeur. Stop niet bij de eigen club. Nee, voor alle heiligen hebben ze liefde. Kijk, als ik dit aan IJmuiden vertel, dan moet ik zeggen, laat IJmuiden eens naar zichzelf kijken. Maar ik vertel het hierin. Laten we eens naar onszelf kijken voor één ogenblik. Kan dit van ons gezegd worden? Nou, dan heb je volgens Paulus al 2/3 binnen van wat je zou moeten hebben. Geloof en liefde. Liefde voor alle heiligen, geloof. Het nare is, we weten van die gemeente van Efeze, dat geloof, dat hielden ze nog wel vast. Daar werden ze zelfs heel streng in. Maar die liefde, daar begon het een beetje aan te ontbreken. Daar begon het aan te ontbreken. Als je later de brief leest in het boek Openbaring over Efeze, de brief die de Heer Jezus zelf aan die gemeente richt. En dat geeft hij dan door aan de apostel Johannes. Die zegt hij, het is allemaal prachtig, maar dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Ze hebben die eerste enthousiaste liefde voor de Heer Jezus en voor alle heiligen, die zijn ze een beetje kwijtgeraakt. Ja, dan gaat zo'n gemeente, ja, dan gaat het wringen. Oh, ze zijn heel streng in de leer en ze wijzen alles af wat er van afwijkt. Ze vechten met die zogenaamde Nicolaïten. Die mensen die een hele vreemde manier van denken in de gemeente wilden binnenbrengen. Daar waren ze mooi stevig en hard in. Ja, maar de liefde voor de heiligen, dat hadden ze losgelaten. En zo verdwijnt, zo zakt zo'n gemeente langzamerhand weg. Je kunt niet één van deze dingen zomaar laten vallen. Want dan blijkt dat die andere twee zaken, in dit geval geloof en hoop, dat ook begint weg te zinken. Liefde voor alle heiligen. Je hebt gemeentes waarin het geloof sterk is. En de leer is sterk. Maar het is liefdeloos. Er wordt nadrukkelijk gezegd, zo moet je denken. Dit is onze belijdenis. En zodra je daarvan afwijkt, dan heb je mot met elkaar. Dan is er ruzie. En dan gaat de een de ander uitsluiten. Dan krijg je een schisma, een scheuring. En dan gaat de helft van de gemeente ergens anders zitten. Ja, geloof hebben ze wel. Ze vechten erom. Maar de liefde voor alle heiligen ontbreekt. Maar ja, dan heb je ook nog gemeenten die zeggen, het gaat toch alleen maar om de liefde. Laat dat geloof daar maar zitten. We hoeven dan niet te praten over wat het evangelie ons leert, wat de schrift ons leert, wat we zouden moeten geloven. Dat geeft toch alleen maar narigheid. Laten we gewoon lief en vriendelijk zijn voor alle mensen. Nou, dan heb je een lief en een vriendelijke gemeente. Maar dan gaat het niet meer over het geloof, niet meer over wat de schrift ons leert, gaat niet meer over Gods woord. Het is hartstikke gezellig. Maar het geloof is verdwenen. Nee, je hebt het alle twee nodig. En daarom is het zo belangrijk dat Paulus dat zegt. Ik heb gehoord, en dat de twee goede dingen, van je geloof in de Heer Jezus en van je liefde voor alle heiligen. Als dat er is, ja, dan heb je een basis. Maar ja, dan ontbreekt het toch nog wel. Ontbreekt het toch nog wel. En daar gaat hij het dan in het vervolg over hebben. En dat staat allemaal onder één noemer. Want wat ontbreekt, dat heeft alles te maken met, en u gelooft het niet, maar toch is het zo, heeft te maken met kennis. Die mensen in Efeze, die geloven en ze hebben lief, maar ze weten zo weinig. Dat is opvallend. Moet er nou een academische studie komen, wil je een goede gemeente zijn? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, ze kennen hem niet. Ze weten van alles over de Heer Jezus te vertellen. Ze weten dat ze hun vertrouwen op hem moeten plaatsen. En dat ervaren ze ook elke dag. Ze weten dat ze elkaar moeten liefhebben. Dat doen ze met enthousiasme. Maar eigenlijk in al dat gedoe van ze, zijn ze vergeten wie hij is. En daarom bidt Paulus ze dat toe. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft. Ja, Paulus, maar wat bedoel je nou? Waar ga je nou naartoe? Wijsheid, prachtig, openbaring, prachtig. In het kennen van hem. Niet kennis in het algemeen, niet geleerd zijn, maar hem kennen, Christus kennen. Wie is hij? Wat is zijn karakter? Wat heeft hij gedaan?
Op welke manier heeft hij ons lief gehad? Zijn leven te geven. Ons zo lief te hebben dat hij onze zonde en schuld wilde dragen. Misschien dat ze dat allemaal nog wel weten. Maar dat hij zal terugkeren. Dat hij, zoals we eerder gehoord hebben vanmorgen, dat hij ook onze pleitbezorger is. Dat hij in de hemel voor ons bidt. Dat elke stap die wij doen, door hem begeleid wordt. Dat hij ons daar de kracht voor geeft. Dat hij op ons let en ervoor zorgt dat we niet struikelen. Ja, dat waren ze vergeten. En dan wil ik op 3 dingen wijzen. Gaat hij best uitgebreid vertellen wat ze ontbreekt. En dan wordt hij langzamerhand ook een beetje streng in zijn taal. Hij hoopt en hij bidt dat deze gemeente de hoop van zijn roeping en de rijkdom van zijn erfenis zal leren kennen. Dat moeten ze nog leren. De hoop van zijn roeping. Ze moeten leren dat ze ook als ze naar de toekomst kijken, de zekerheid mogen hebben van Gods genade en liefde. Ze hoeven niet alleen maar te kijken naar het heden en wat ze daar doen. Nee, ze mogen dat vergezicht hebben naar die verre toekomst toe en weten elke stap die we straks gaan zetten en alles wat op ons af zal komen, het is in Gods handen en dat komt goed. Dan noemt hij 3 dingen. In de eerste plaats, die mensen in Efeze moeten nou eens leren hoe alles overtreffend, Gods kracht is. Een heel belangrijke zaak. Dat we eigenlijk heel vaak ook in ons gebed geen rekening houden met het alles overtreffende van zijn kracht. Dat we God bijna toedichten dat hij sommige dingen waarschijnlijk niet zal kunnen of niet zal willen. Dan zegt Paulus, ja, maar dan maak je dat klein, hè? Dan kruipt er ook een beetje zorg in alles, een beetje angst in alles. Want ja, dan durf je bepaalde dingen niet te bidden of bepaalde dingen durf je niet op gericht te zijn, want ja, God zal dat toch wel niet doen, hè? Nou, zegt Paulus, pas op. Die kracht van God tegenover ons die geloven is alles overtreffend. Er is geen kracht ter wereld die zich daarmee meten kan. Die gaat alles te boven. Denk maar eventjes na hoe die kracht getoond is. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, zegt hij heel precies, heel nauwkeurig. Ze worden meteen aan het nadenken gezet. Namelijk de kracht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Oh, wacht even. Dat is kracht die wonderen verricht. Dat is kracht die tegen alles ingaat wat in de natuur vanzelfsprekend is. Die daar helemaal bovenuit gaat. Het is een liefde en een kracht die ver uitgaan boven en buiten de paden treden van wat wij kunnen verwachten. God kan dingen voor ons doen, helemaal buiten onze verwachting om. En in ons gebed mogen we dus, kunnen we eigenlijk maar beter geen grenzen aan Gods macht stellen. Alles kan hem gevraagd worden. Alles kan hij. Alles vermag hij. Hij die Christus uit de doden opwekte, heeft toch geen grens aan zijn macht. De grootheid van die kracht is het eerste. Dan de tweede, ja, die persoon leren kennen om wie het dan alles draait. De Christus die wij dienen. Ja, vaak spreken we in het evangelie over zijn kruisdood, over zijn vernedering, zijn vleeswording. Hij komt in het vlees, hij lijdt met ons mee, hij ervaart wat wij ervaren. En uiteindelijk gaat hij die vernederende gang naar het kruis van Golgotha. We hebben hem heel vaak, misschien wel voor 80%, in beeld voor onszelf als de lijdende knecht, de vernederde Christus. Dat is prachtig, is belangrijk, ook om hem dankbaar te zijn dat hij dat alles heeft verdragen om ons te verlossen. Maar Paulus wijst hier op iets anders. Dat hoort bij die hoop. Dat hoort bij het uitzicht naar de toekomst. Dit is voor hem nu even niet de Christus die geleden heeft en gestorven is en dat lam Gods was dat de zonde droeg. Dit is de Christus die uit de doden is opgewekt. Aan de rechterhand van de Vader in de hemelse gewesten zit. Ver boven alle overheid staat. En alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Kijk, hij zegt, jullie kennen wel de Christus van het evangelie. Maar kennen jullie ook de Christus die overwon? Jullie kennen de Christus die vernederd werd. Maar kennen jullie de Christus ook? De Heere, die boven alles verheven is. Die in zijn heerlijkheid getoond wordt. Ken je die ook? Als je hem kent,
in zijn verhoging. Nou, dan heb je iets om je aan vast te houden. Dan heb je iets om met elkaar te delen in geloof en liefde voor alle heiligen. Dat is je uitzicht. Zeker, Christus leed en stierf voor onze zonden. Maar hij stond op uit de doden en is nu degene die zeggen kon, mij is gegeven alle macht. En ik zal met jullie zijn tot aan het einde der tijden. Kan niet op, want er is nog één ding wat hij even tussendoor zegt. Want daar heeft hij het heel even over de gemeente. We horen dus over die verheerlijkte hoge Heer. Maar dan zegt Paulus, dan moet je toch eens even weten, toch eens even naar jezelf kijken. Want ik heb hem niet verhoogd om jullie alleen maar klein te maken. Ik heb hem verhoogd, zodat jullie begrijpen ook wie jullie zijn. De gemeente die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Als je daar nou gezeten had in Efeze, als die brief werd voorgelezen. En je had het een beetje kunnen volgen in de snelheid waarmee dat gaat. Ach, dat was niet zo erg hoor, want we zouden de zondag daarna er weer over gepraat hebben. En de zondag daarna weer. Net zolang dat iedereen alles snapte. Zo zouden ze het gedaan hebben. Maar dat die gemeente dan te horen krijgt, jullie moeten niet alleen maar dan klein van jezelf gaan denken. Die Heer die zo hoog is, die is niet ver dan. Nee, die is dan heel dichtbij. Want jullie, samen, jullie zijn veel meer dan de optelsom van alle individuen die hier zitten. Die gemeente, dat is veel meer dan een vereniging van mensen die met allemaal goede bedoelingen samen Gods woord gaan lezen. Gemeente, staat hier, is zijn lichaam. Het zijn zijn handen en zijn voeten. Dit is de plaats waar hij aanwezig wil zijn. En dit zijn de mensen met wie hij in deze wereld werken wil. Jullie gemeente zijn dat. Prachtig, die hoge, verhoogde Heer. Ja, maar jullie zijn zijn lichaam. Prachtig, die Heer die alles in allen vervult. Hij zal het doen, dat komt eraan, die hoop is zeker. Ja, maar jullie zijn het. Die nu al die hoop mogen koesteren en verkondigen en delen met anderen. Dat is het voorrecht van de gemeente zijn. Als je die hoop nou hebt, zegt Paulus. En als het goed zit met geloof en met liefde. Prachtig, die moeten er zijn. Maar als je die hoop dus ook hebt, dan gaat de kracht van je uit als gemeente. Dan ben je pas werkelijk dat lichaam van Christus. Geloof, prachtig. Liefde, schitterend. Maar zonder die hoop kun je dat lichaam niet zijn. Want dan heb je het alleen maar over de Heer die vernederd werd. Maar als je die hoop hebt, als je vooruit kunt kijken en omhoog, dan heb je het over de Heer en zijn verhoging. En is dat je boodschap naar buiten toe. Niet alleen maar de Heer is gekruisigd voor je zonde. Nee, hij is opgestaan uit de doden. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader in de hemel. En hij bidt voor ons. Hij is onze hoge priester. Hij treedt altijd tussen beiden. En hij brengt ons naar ons einddoel. Met volstrekte zekerheid. Zonder enige aarzeling. Zonder zijwegen. Dat is zijn doel. En hij volbrengt dat. En wij intussen hebben die hoge eer. Dat we als gemeente dat mogen uitdragen, dat mogen belichamen, mogen zichtbaar maken in wat we doen. Behalve als we hem niet kennen en die erfenis niet begrijpen. En als we die zegeningen maar een beetje op afstand plaatsen. Behalve als wij weigeren om rijk te zijn. Kan gebeuren. Ik ken veel gelovigen die tot op een bepaald deel het evangelie ook aannemen. Christus voor mijn zonde gestorven. Ja, geweldig. En dan stopt het. Is al mooi. Is al prachtig. Betekent al dat zo iemand weggelegd is om die schat in de hemelen te mogen ontvangen. Dan is iemand alle geroepene. Is prachtig. Maar dat is niet alles wat de Heere schenken wilde. Hij wilde meer schenken dan dat. Hoe liep dat nou af met die jongen in Amerika? Nou, het eerste wat hij zei was, ja, you're kidding me. Je bent een grapje met me aan het uithalen. Natuurlijk heeft die vader van mij mij niet in zijn testament opgenomen. We zijn boos uit elkaar gegaan, ik ben weggelopen, ik heb hem in geen 40 jaar meer gezien. Je haalt een grapje uit. Nou, zo liet het hem zien.
kopietje van dat testament en dat zijn naam erop stond en dat hij het echt was. En in die tijd had je nog geen DNA-onderzoek, maar ze wisten ook zeker wie die was. Maar de eerste reactie is van, is dat voor mij? Ga maar met rust, dat zijn maar grappen. Het zijn maar woordjes. Tweede reactie was, maar wat moet ik dan met al dat spul? Wat moet ik nou met die drie fabrieken en met die miljoenen dollars? Moet ik daar plotseling verantwoordelijk voor zijn? Kan ik er dan van genieten? Wat zou nou zijn derde reactie zijn geweest? Hij kon dus twee kanten op. Hij kon zeggen, ik weiger die erfenis, laat me met rust, ik ga mijn eigen leven. Hoeveel mensen zullen er niet zijn? In de wereld, die horen van het evangelie. Die horen dat God ze rijk wil maken, dat hij ze hun zonde wil vergeven, dat hij ze uit de goot wil halen. Die zeggen, maak je een grapje? Kan dat dan? Ik geloof er eigenlijk niks van. Geloof je dat God dat zo met mij wil doen? Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen, ik wil wel aannemen dat jullie goede bedoelingen hebben, maar laat me met rust. Ik ben gewend aan mijn leventje hier. Ik weet precies wat ik doen moet om te overleven. Laat me toch met rust met dat ingewikkelde verhaal. Over wat God nog mij wil schenken, wat hij in mijn leven doen wil, laat maar zitten. Hoeveel christenen zouden er niet zijn die eigenlijk die erfenis weigeren, die zeggen, hoef ik niet. Dan moet ik nadenken en ik moet de schrift lezen en dan moet ik in een gemeente zijn. Ik ken nogal wat mensen die ervoor gekozen hebben om buiten de gemeente om christen te zijn. Die denken, dat red ik wel in mijn eentje. Die hebben eigenlijk dus die erfenis van zich afgewezen. Nee, het aanvaarden van die erfenis, zegt Paulus, dan pas. Als je samen die erfenis aanvaardt, dan ben je deel van een familie. Dan leef je niet meer in die goot, in je eentje. Dan ga je niet armzalig je eigen weg. Dan ben je deel van het lichaam van Christus. En dan mag je tot uitdrukking brengen in de wereld wie hij is. Dan mag je laten merken dat je hem kent. Dan mag je zijn deugden verkondigen. Alles wat mooi en goed aan hem is. Ja, maar dan moet je wel die erfenis aanvaarden. Niet alleen maar dat geloof hebben. En die liefde voor elkaar is mooi. Nee, maar ook samen delen. Die kennis delen van hem. Hem centraal stellen in je leven. Over hem spreken. En dan niet alleen maar in wat hij voor ons deed. Niet alleen maar in dat deel van zijn vernedering. Waarin hij ons opgenomen heeft. Onze zonden gedragen heeft enzovoort. Nee, ook is een verhoging. Wie is de Heer Jezus voor u? Welk beeld komt dat eerst bij u op als ik tegen u zeg, wie is de Heer Jezus voor u? Denken we dan niet heel vaak vooral aan het kruis? Moet ook. Maar wanneer denken we aan hem in zijn verhoging? In de heerlijkheid die hij weer kreeg, die hij verlaten had om hier mens te zijn. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was, bidt hij zelf in Johannes 17. Maar die heerlijkheid, heerlijkheid die de apostel Johannes zag in het begin van het boek Openbaring. Onherkenbaar wie daar rondliep, de gestalte die hij daar zag, vol licht en kleur en macht en kracht. Daar is de Heer Jezus, zoals hij nu is, in zijn volle heerlijkheid en gedaante. Nou, Paulus zegt, als je die niet kent, als je alles zomaar van je afwijst wat met die Heer te maken heeft, ja, dan wordt het krachteloos. En dan dreig je zelfs te verliezen wat je nog had. Je geloof of je liefde. Efeze verloor zijn liefde. Hoe is het nou echt afgelopen met die jongen? Kostte hem enige tijd. Maar hij was heel dankbaar dat die liefde van de Vader tot aan zijn dood gereikt had. Had hem niet uit zijn testament weggehaald. Hij wist niet waar hij was. Hij wist niet eens of hij leefde. Maar had in zijn testament gezet dat die jongen gevonden moest worden en dat hij de erfgenaam bleef. Had niemand anders aangewezen. En die jongen was onder de indruk van de liefde van die vader. En hij heeft zich eerst geschoren, denk ik, en een bad genomen. En toen is hij teruggegaan naar de woonplaats waar zijn vader woonde, waar hij al die bezittingen had. En hij heeft geleerd hoe hij met al die zaken moest omgaan. Dus hij is directeur geworden van het bedrijf van zijn vader. En voor zover ik kon nagaan, heeft hij het goed gedaan. Het is allemaal goed afgelopen. Waarom?
omdat hij die erfenis mooi vond. Zeker. Omdat hij wist dat hij bij die vader hoorde. Dat hij was geadopteerd. Hij hoorde er toch bij. Het was toch eigenlijk vanzelfsprekend. Ik denk het eigenlijk ook niet. Ik denk dat hij dat uiteindelijk gedaan heeft omdat hij besefte hoe lief die vader hem had. Als die vader mij zo lief heeft. Als dat nou blijkt dat alles wat hij mij schenkt, dan kan ik toch niet achterblijven. Dan kan ik toch niet hier zomaar mijn leven voortzetten, zusters en broeders. Als je zou beseffen hoe diep die liefde van God gaat. Dan zeg je toch niet, nee dankjewel. Laat maar. Hoeft dat niet. Als je begrijpt hoe diep de liefde van de Heer Jezus Christus voor u en voor mij is. Dan wil je die erfenis toch. Dan wil je die zegeningen toch die hij geeft. Dan wil je bij hem horen. Dan wil je over hem spreken. Dan wil je met anderen over hem spreken. Over die eindeloze macht van zijn liefde. En die grote werking. Die alles overtreffende werking van zijn genade. En dan wil je ook. En dat is eigenlijk mijn pointe. Dan wil je ook in de gemeente. Iets van dat geloof, iets van die liefde en iets van die hoop zichtbaar maken. Als gemeente, geloof oefenen, liefde met elkaar delen en die hoop centraal stellen. Hoe doe je dat? Bijbelstudie, luisteren naar Gods woord, met elkaar over dat woord spreken. Dus net al met geld, het meeste van ons geld zit er op de bank. Elektronisch, hè? Dat zijn maar woordjes, het is maar een code, het is maar een pasje. Je hebt het niet in handen, zoals vaak met de zegeningen van God ook. Je hebt het niet in handen, maar je weet wel dat het er is, dat het op je wacht. Als het nodig is, kun je het zo van de bank halen, om het zo maar te zeggen. Het wordt bewaard in Christus in de hemelse gewesten. Tonnen, een gigantische rijkdom aan geestelijke zegening. Het enige wat wij moeten leren doen is het opnemen op tijd. En dat gebruiken en dat met elkaar delen. Dat is wat nodig is. En dan zijn wij zijn lichaam. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Heer Jezus, dank u wel dat we u ook mogen kennen in uw verhoging, in uw heerlijkheid. Dat we mogen weten wat u voor ons gedaan hebt in uw vernedering. Maar dat we ook met u verbonden mogen zijn in uw verhoging. Heer, leer ons ook zo met u rekening te houden. Leer ons te leven in verbinding met een levende, verheerlijkte Heer in de hemel. Heer, alle dingen hebt u in uw handen. U hebt het recht verworven over alles in deze wereld te heersen. Er is geen macht, geen overheid, geen kracht sterker dan u. En u hebt uzelf verbonden met ons. Met elk van ons apart, maar ook met ons samen als gemeente. U wilt ons vormen tot we uw lichaam zijn. Tot ons geloof zo sterk is dat het overal in de wereld genoemd wordt. Dat we liefde hebben voor elkaar, maar ook voor alle heiligen met wie we te maken krijgen. En dat we de hoop koesteren, dat perspectief naar de toekomst toe, naar uw dag, Heere, als u terugkomt met uw heiligen en in uw heiligen, dat uw koninkrijk gevestigd wordt. En dan zal heel de wereld weten wie u bent. Alle knie zal zich buigen van hen die in de hemel en onder de aarde en op de aarde zijn. Alle knie zal zich buigen en belijden dat u de Heere bent. Heere, dank u dat we dat mogen weten. En geef ons de kracht om in die kennis te groeien. In geloof, in liefde en in hoop. Amen.